Welkom allemaal bij het launch event van Thomas. 5, 4, 3, 2, 1. Partijen van gemeente tot bedrijfsleven tot onderwijs hier aanwezig, die allemaal iets te maken hebben met Thomas en die op een bepaalde manier een nieuwe samenwerking mee aan kunnen gaan, zodat de talentontwikkeling in de metropoolregio op die manier echt verbeterd kan worden. Wij hebben vastgesteld van wij willen de meest inventieve regio van Europa zijn. Dat hebben wij met elkaar benoemd. En wij willen daar de best opgeleide bevolking bij. Dat is dus iets anders dan de hoogst opgeleide. En als ik praat met de techbedrijven in de regio of in Amsterdam, dan krijg ik te horen dat die bedrijven eerder talent uit het buitenland halen op dit moment dan dat ze lokaal zoeken. Er wordt veel nadruk gelegd op het opleiden van mensen op hbo en universitair niveau. Ik denk dat we onderschatten hoe nodig het is om ook mensen op mbo, lbo niveau op te leiden. Want zometeen hebben we handjes nodig. Zonder die handjes gaat de energietransitie niet lukken. En ik denk dat je niet elkaar moet gaan concurreren. Omdat die opgaven die we hebben, maatschappelijk, economisch, die kan je niet oplossen in je eigen achtertuin. Zoals ik net al zei, daar heb je gewoon elkaar in een hele brede regio gewoon knal en knalhard voor nodig. Thomas kan een onderdeel van de oplossing zijn, omdat het een plek is waar al die initiatieven om aan de ene kant die talenten en aan de andere kant degenen die werk hebben bij elkaar te brengen. En de eerste stap is gedaan rond ICT en technologie. En dat is eigenlijk de vindplek, zowel voor de kandidaat of de mensen in de Amsterdam metropoolregio die wat willen, als voor bedrijven die iemand nodig hebben. Vroeger gingen we met een portfolio onder de arm naar de techbedrijven om te laten zien welke mooie initiatieven er allemaal zijn in de regio. Maar nu kan dat gewoon online, dus dat is hartstikke mooi. Dus daar ben ik heel blij mee. Thomas is voor mij nu al een succes omdat het er is. Omdat het bestaat. Omdat je kunt oefenen, omdat je kunt werken, omdat je kunt verbeteren en omdat het verbindt.